jaren zitten fans van Assassin's Creed met heel veel vragen over Desmond, Ezio en Altair. En al die vragen worden beantwoord in Assassin's Creed Revelations. Het verhaal in Assassin's Creed Revelations gaat op twee manieren door, namelijk met Desmond in het heden en met Ezio in het verleden. Ezio komt denk ik aan Constantinopel terecht en Desmond, ja, waar die terecht komt, dat weet eigenlijk niemand, want hij is gewond, de animus vertoont het gebreken en hij komt in een soort van ja, onduidelijke plaats terecht, in een soort van kapotte animus. Daar wil Ubisoft nog niet al te veel over vertellen, maar ja, daar wachten weer een heleboel mysterie. Zoals ik zei, komt Ezio in Constantinopel terecht. Nou, dat is dus een nieuwe stad en hij heeft ook een aantal nieuwe trucjes. Hij heeft bijvoorbeeld een hoekpleet en die kan hij gebruiken in zowel het klimmen als het vechten. Zo hebben we bijvoorbeeld gezien hoe hij een bewaker van een boot aftrok en hoe hij een zipline gebruikte met zijn hoekpleet. Dus dat belooft de manier van voortbewegen in de stad enigszins te veranderen. De reden dat Ezio in Constantinopel is beland, heeft alles te maken met Altair, dus die verhaallijnen die komen in dit spel nu bij elkaar. Ezio is op zoek naar de geheimen van Altair en om die te vinden moet hij in een soort van geheime bibliotheek komen en heeft hij 5 sleutels voor nodig. En de missie die wij hebben gezien, daar heeft hij er al 4 en is hij op zoek naar de 5e sleutel die in bezit is van de Templars, die dus al die jaren al de vijand zijn. Ubisoft wil natuurlijk nog niet heel veel kwijt over de setting en het verhaal. Wat wel min of meer duidelijk is, wilden ze niet bevestigen, maar lieten ze wel doorschemeren, is dat het systeem met de Assassin's Brotherhood weer terugkeert. Namelijk dat je Assassins op missie moet sturen om ze te trainen. Ze hebben een eigen identiteit, je kan ze eigen specialiteit geven. Dat zit ook weer in Revelations. Het is duidelijk dat Ubisoft gewoon nog niet zo heel veel wil vertellen over Revelations. Wij hopen dat dat de komende maanden verandert. En zo niet, dan zullen we moeten wachten tot de game in november in de winkels ligt. Reveal to me, once and for all, how all of this will end.